Wat leuk dat je kijkt naar deze video over de digitale leeromgeving. In deze video bepaal je zelf welke informatie je wilt zien. Wil jij meer weten over de e-books of over digitaal toetsen? Klik op het onderwerp om het juiste fragment te laten starten. Goedemiddag docenten, welkom bij dit webinar. Mijn naam is Robin Verheijden. Ik ben accountmanager bij Noorder voor het voortzet onderwijs en dat ben ik in de regio Zuid. Ja, en mijn naam is Mirjam Winters. Ik ben accountmanager in de regio Noord. En als accountmanagers bezoeken wij de scholen in onze eigen regio, geven we voorlichting over al onze methodes. Dus mocht je vragen hebben over onze methodes, neem gerust contact op met je eigen accountmanager. Nou, vandaag, zoals gezegd, we gaan in ongeveer 3 kwartier tot 1 uur best wel veel vertellen over het platform. Mirjam gaat dadelijk starten bij de boekenplank. En al een stukje over de startpagina/homepage. Ik ga dan iets vertellen over het docentenmateriaal en de bibliotheek. Mirjam vertelt weer iets over digitaal toetsen. Dan pak ik het vernieuwde e-book op. Het vernieuwde e-book, omdat er toch wel wat functionaliteiten zijn veranderd. De lesstof komt dan ook bij mij aan bod. Mirjam vertelt over resultatenpagina. Dan pak ik het stukje inhoud, beheren en planning op. En dan sluit Mirjam af met de examensprint. Nou, er staan nog 3 mededelingen in beeld. Eentje heb ik eigenlijk al genoemd. Maar stel dat wij te snel gaan vandaag. Nou, het webinar wordt dus opgenomen. En na afloop ontvangt iedereen een mailtje met daarin een terugkijklink. En dan kun je nog eens rustig op je eigen moment terugkijken. 2 is eigenlijk ook al gezegd. Is er iets niet helemaal duidelijk of je hebt een vraag? Stel de vraag in de chat. Dan gaan onze collega-accountmanagers jullie vragen beantwoorden. En het 3e is, wij vinden het heel fijn als jullie na afloop van het webinar een enquête, een vragenlijst in willen vullen. Voor ons als feedback natuurlijk. En wat leuk is om te weten, je maakt daarbij kans op een prijsje. Daar gaan we aan het einde nog wel even iets meer over vertellen. Ja. Dan gaan we nu de stap maken naar de digitale leeromgeving. Dus ik schakel even over naar een platform. En dan geef ik de muis aan. Ja, dan neem ik het stokje over. Nou, we gaan beginnen uiteraard met waar je terechtkomt als je inlogt op je digitale licentie. We hebben hier als voorbeeld genomen een economiedocent. En ook even een boekenplank hier, ja, wat wij dan noemen de boekenplank, laten zien. Met alle pincodeboeken die voor deze docent relevant zijn. Je ziet hier ook aan welke klas deze docent is gekoppeld. Dat zijn allemaal schoolaangelegenheden. En hierbij, ik ga meteen even toelichten van wat zie je dan allemaal hier. Maar hier heb je boekenplank beheren. Dus als je op zoek bent naar nieuwe boeken, andere boeken, heb je een nieuwe release van je eigen methode, dan is het van belang dat je hier het juiste boek selecteert en toevoegt aan jouw eigen boekenplank. Nou, hier zie je dus allemaal pincodeboeken. Je kan hier op verschillende filters kun je toepassen. En met een nieuwe release bedoel je een nieuwe editie of zelfs ja, een .1 editie? Nou, klopt. Dus we zien dat nu voor dit schooljaar bijvoorbeeld bij Overal NASC. Hadden we de 5e editie. Nu hebben we daar wat dingen aan veranderd. En heb je een 5.2 release. En dat is dus een nieuw boek geworden. En die dien je dan dus toe te voegen aan je eigen boekenplank. Hetzelfde geldt bij Nooie Contacten bijvoorbeeld. Dat was het 7.0. Dat is nu 7.1 geworden. Dus het is belangrijk dat je de juiste boeken in ieder geval selecteert op jouw boekenplank. Nou, dan is hier ook het moment dat je kunt kijken van welke klassen zijn aan mij gekoppeld. Dat is ook iets wat op school over het algemeen wordt geregeld. En op deze manier kun je dus de klas koppelen aan de juiste boeken. Hier zie je ook de klassencode die leerlingen eventueel nodig hebben. Mochten ze niet automatisch in een klas zijn geplaatst, dan kunnen ze op deze manier alsnog in die klas terechtkomen. En als je dat boek koppelt aan de desbetreffende klas, dan ziet het er eigenlijk zo uit. Dit is een tegel die we straks gaan gebruiken. En hier zie je dan de klas staan waar je dit boek aan hebt gekoppeld. Dat betekent overigens automatisch dat de leerling dan ook dit boek te zien krijgt als voorkeursboek van de docent. Nou, wat zie je hier nog meer? Onder in beeld nog wat kleine, ja, nog een rondleiding. Daar kun je nog gebruik van maken om ja, door het systeem geleid te worden. En een hulp- en contactpagina. Nou, die zien we vaker nog terugkomen, dus daar gaan we naar kijken. En belangrijk om misschien nog te zeggen is dat de leerling alle boeken, alle niveaus ja, altijd in kan zien. Dus ja, los van de voorkeursboeken die je als docent klaarzet voor je leerling. Kan je ook differentiëren door bijvoorbeeld een leerling wat opgave te laten maken uit een ander boek. Precies. Bijvoorbeeld. Ja.
Nou, we hebben inderdaad, hè, stel je hebt een drie kaderklas leerling en die wil je graag wat oefeningen laten maken vanuit het HV-boek of GT. Dan kun je ze dus op deze manier de boeken toevoegen aan de boekenplank van de leerling. En dan kan die opgave maken ook uit het andere boek. Nou, aangezien de digitale omgeving voor elke methode eigenlijk gelijk is, hebben we gekozen in dit geval voor onze methode PINcode, economiemethode, om jullie eigenlijk rond te leiden van wat kun je dan allemaal met die digitale omgeving. En we hebben PINcode in dit geval gekozen omdat het gewoon ook een handige structuur is om dat even goed te laten zien. Nou, dit is dan de homepage waar je terecht komt. Dat heette eerder de startpagina, nu hebben we dat home genoemd. En hieronder vind je eigenlijk een overview van het hele boek, de digitale omgeving in dit geval. Hier zie je de navigatieschermen, de verschillende hoofdstukken. Die zie je ook op deze wijze weer terug in het boek. Als je het openklikt, krijg je de paragrafen te zien. En dit is dus de digitale content waarbinnen leerlingen gebruik gaan maken van het digitale materiaal. Nou, als je dan op een hoofdstuk klikt, zie je hier nogmaals welke paragrafen er zijn en hoe je dan weer verder kunt. Nou, we starten even vanuit home. Het eerste wat nieuw is op deze pagina is eigenlijk een informatieblok bovenaan. Als we wat extra toelichting willen geven op een functionaliteit binnen de digitale leeromgeving. In dit geval gaat het over beheer je lesstof. Daar komen we later in het webinar, zoals Robin al aangaf, nog weer op terug wat dat dan precies inhoudt. Maar je kunt dus je lesstof arrangeren. Verder is er een blok toegevoegd nu. Waar ben je het laatst geweest toen je inlogde op deze licentie? Toen kwamen we uit bij hoofdstuk 1, daar zijn we net in geweest. Dus op deze manier heb je een snelkoppeling eigenlijk terug naar waar je het laatst bent geweest. En verder zie je hier ook een blok met e-books. Dat is een nieuw blok. Je kunt nu ook op deze manier, ik zal straks nog een andere verkorte route laten zien, kun je kijken welke boeken zijn er dan beschikbaar bij mijn methode. En hier zie je dan eigenlijk meteen ook al twee verschillende. We zijn druk bezig om de nieuwe functionaliteit van het e-book, zoals Robin dat net al zei, bij al onze boeken in te voeren. Dus vandaar dat je hier nog een verschil zit tussen nieuwe functionaliteit en bestaande functionaliteit. Straks gaan we nog uitgebreid kijken even in het nieuwe boek, de beta-versie, zoals we die noemen. Dan is er een nieuwsblok toegevoegd. Hier staan alle laatste informatie betreffende jouw methode of allerlei algemene zaken vanuit Noordhof. Zoals bijvoorbeeld de podcast die hier tussen staat. Alles wat je wilt weten over je methode kun je hier zien onder het laatste nieuws. Nou, dan nog helemaal naar beneden, noemde ik net ook al even vanaf de boekenplank. Hier kun je ook weer naar de rondleiding, de hulp- en contactpagina. Maar hier kun je dan tevens ook een fout melden aan ons. Dus zie je dingen op de website staan, op dit scherm, laat dat ons vooral weten, zodat we dingen eventueel zouden kunnen aanpassen. Als je het op deze manier bij ons aangeeft, dan komt dit meteen terecht op de juiste afdeling die ermee aan de slag kan gaan. Dan, voor de oplettende kijker die al eerder met onze methodes heeft gewerkt, ziet eigenlijk een soort van vernieuwde pagina. Want de snelkoppelingen zijn er nog wel, maar die zijn verhuisd naar de rechterkant. Dus hier zien we dan de e-books ook nog terug. Hetzelfde eigenlijk als vanaf dit plekje. Takenplannen gaan we nog op inzoomen. Digitaal toetsen hebben we ook al genoemd. En hier zie je eigenlijk al het docentenmateriaal terug. Nu actueel is er ook nog een onderdeel hier bij PINcode. En hier hebben we een nieuwe servicepagina. Als je daarop klikt, kan je heel gericht eigenlijk zoeken naar wat er mogelijk aanschort. Wat je wil weten, is hier een zoekpagina gekomen. Allerlei contactgegevens kun je hier vinden. Nou. Ja, daar kan ik hem overnemen. Tot zover. Ja. De startpagina. Ik ga het docentenmateriaal nu laten zien. Belangrijk om even te melden dat we linksboven nu home hebben geselecteerd. En als ik vanuit home naar de snelkoppeling docentenmateriaal ga, dan kom ik dus in het overkoepelende materiaal uit wat hoort bij dit boek, bij deze methode. Dus omdat ik home heb geselecteerd en zit in het docentenmateriaal, vind ik bijvoorbeeld handleidingen, antwoordmodellen, allerlei documenten die je nodig kan hebben die overkoepelend zijn voor de methode. Maar zoek ik documenten die ik nodig heb
die horen bij een bepaald hoofdstuk. Dan selecteer ik links in het menu het hoofdstuk. Ga ik naar docentenmateriaal. En dan vind ik hier al het materiaal wat hoort bij dit hoofdstuk. Dus bijvoorbeeld het antwoordmodel van hoofdstuk 1. De toetsen A en B versie van hoofdstuk 1. PowerPoints, nou, et cetera. Dus heb ik overkoepelend materiaal nodig, zoals bijvoorbeeld een handleiding, selecteer ik home en docentenmateriaal. Heb ik het nodig van een hoofdstuk, selecteer ik het hoofdstuk. En ga ik daar naar docentenmateriaal. En dan vind ik daar alle documenten die ik nodig heb. Verder is dit nog redelijk nieuw. Je kunt het bestand downloaden, maar je kunt het ook met een preview bekijken. Dan zet je het niet op je computer, want je downloadt het niet. Maar ik kan al eigenlijk wel het document even bekijken van wat staat er nou in. Dus het is eigenlijk nog een redelijk nieuwe functionaliteit. Maak daar vooral gebruik van. Kun je makkelijk even kijken van wat staat er nou in. Zoals ik net al noemde, is de navigatie links in het scherm wel belangrijk voor wat je nodig hebt met docentenmateriaal. Maar zo geldt het eigenlijk ook voor de mediabibliotheek. Want als ik video's nodig heb en ik selecteer een hoofdstuk, dan heb ik nog best wel veel video's. En zeker als ik dat vanuit home doe, ja, dan heb ik in de grote bak met alle video's die beschikbaar zijn bij dit boek. En als ik nou bijvoorbeeld bezig ben met hoofdstuk 2, paragraaf 2, is het heel handig als ik dat selecteer en dan de mediabibliotheek. Want dan heb ik direct de video die ik nodig heb bij het hoofdstuk of de paragraaf waar ik mee bezig ben. Dus dat is even handig om te weten wat betreft de navigatie online. Nu ga ik even een stapje maken weer naar docentenmateriaal. En dan pak ik even hoofdstuk 1. Want we zagen net al voorbij komen dat er hoofdstuktoetsen staan. Belangrijk om even te zeggen dat wij voor onze, ja, de meeste methoden wel een A en een B variant aanbieden. Nou, in dit geval dus ook. Je hebt een A en een B variant. Als ik die zou downloaden, dan komt die waarschijnlijk in een Word-bestand. Het zou ook in een PDF, maar meestal in een Word-bestand. Zodat je daar nog een beetje kan knippen en kan plakken. Maar het kan ook zijn dat je andere toetsen wil samenstellen, dat je er toch wat meer mee wil doen. En daarvoor hebben we eigenlijk de functionaliteit digitaal toetsen. Daarmee kun je digitaal toetsen afnemen, maar je kunt ook zelf toetsen samenstellen. En daar gaat Mirjam meer over vertellen. Ja, klopt. Nou, zoals Robin al zei, inderdaad, je hebt dus binnen het docentenmateriaal heb je gewoon de Word-bestanden als toetsen. En dit is een nieuw, dit is al een bestaand onderdeel. Maar hier kan je dus digitaal toetsen. Dus eigenlijk dezelfde toetsen als je naar hier toetsoverzicht gaat. Zie je alle toetsen die horen bij deze methode. Vervolgens hebben we hier dan de filterfuncties. Nou, we werken nu vanuit de 7e editie, in dit geval leerjaar 3. En dan VMBO en KGT. Alle verschillende hoofdstukken. En hier zie je dus eigenlijk de identieke toetsen die we ook in het zojuist in het docentenmateriaal zagen. Vervolgens kan je die hier ook inzien. Je kan ze inplannen om ze digitaal af te nemen. Je kunt een kopietje maken. Je kunt een download maken in PDF. Dus dit is in ieder geval standaard beschikbaar. Maar het mooie hier is eigenlijk dat je ook een toets zelf kunt samenstellen. Dus dat laat ik nu even zien. Hiermee kom je dus in de database eigenlijk van alle toetsvragen terecht. En dan kun je eigenlijk digitaal je eigen toets maken. Nou, je ziet hier ook al dat je de verschillende hoofdstukken kunt selecteren. Je kan ook verschillende hoofdstukken aan elkaar koppelen. Wat je wil, verschillende niveaus kun je ook maken. Klik je door op volgende. Nou, ik heb natuurlijk heel selectief nu gezocht. En daarmee zie je meteen dan 34 vragen zijn er hier in deze database. Nou, er zijn verschillende onderdelen. Je kunt kiezen op cognitieve niveaus. Dus wil ik een kennisvraag, een toepassingsvraag of een inzichtsvraag. En ook op type vraag, open vragen, gesloten vragen, wat je wil. Nou, op deze manier kan je dus dan door de vragen scrollen eigenlijk. Om te kijken van, ja, wat wil ik dan voor type vraag? Dus stel, we willen hier ook nog een toepassingsvraag en een inzichtsvraag. Dan filtert hij daarop. Onderaan de vraag zie je vervolgens ook wat voor type vraag het is. Toepassing.
dacht, ik pak nog even een inzichtsvraag hierbij. Want je ziet dan meteen ook dat hier een en ander verschuift. Op deze manier kun je dus ook kijken hoe heb ik mijn toets ingericht op basis van de verschillende cognitieve niveaus. Nou, dus laten we dit als voorbeeld toets nemen op deze manier. Dan gaan we naar volgende. Dan zie je hier een overzicht van jouw toets staan. Belangrijk is dat je hem een titel geeft. En het eerste punt wat je eigenlijk tegenkomt is toets delen met jouw afdeling. Nou, dat was een gekoesterde wens onder veel docenten. Nu maak ik mijn eigen toets, maar kan ik die ook met mijn collega's delen, zodat die die toets ook kunnen afnemen met hun klasse? Nou, dat kan dus tegenwoordig. Dat is een kwestie van een schuifje openzetten. Dus al jouw collega-docenten die gebruik maken van deze digitale licentie, docentenlicentie, kunnen vervolgens bij deze toetsen komen. Hier zie je dan vervolgens de vragen die je hebt geselecteerd. Die kun je ook nog schuiven, heen en weer. Op deze manier. Nou, als die dan goed staat, dan kunnen we hem hier afsluiten, opslaan. Hier krijg je nog een melding van, klopt het dat je hem wilt delen met je collega's? Nou, dan zie je hem hier in de Mijn Toetsen, is dan het onderdeel wat je ziet. We zaten net bij de methode toetsen, maar als je gaat naar Mijn Toetsen, dan zie je hier de net aangemaakte toets, aangemaakt op 12-9. Nou, die kun je dan vervolgens digitaal gaan afnemen. Dan klik je hierop, selecteer je voor welke klas of eventueel welke leerling, dat kan ook. Dus je kunt ook zeggen, nou, Jessica die is toch ziek, dus die hoeft er niet deze toets te zien op deze manier. Wanneer wil je die toets dan afnemen? Vink je aan. Hoe wil je dat de leerling daar een resultaat van krijgt? Cijfer of voldoende, onvoldoende? De censuur zit er nog in. Je kunt die toets nog beveiligen met een eventuele pincode als je dat wil. En hier zien we dan ook meteen het nieuwe onderdeel binnen digitaal toetsen. En dat heet veilig toetsen afnemen. We zijn een samenwerking aangegaan met Safe Exam Browser. Zodat je eigenlijk tegenwoordig een toets kunt afnemen op de laptop van een leerling. Zonder dat die leerling dan uitstapjes kan maken. Dus dat wordt een beschermde omgeving. Dus kunnen niet even meer naar Google of een ander rekenmachientje raadplegen. Iets dergelijks. Op deze manier kun je dus aangeven dat dat allemaal geblokkeerd wordt. Het is overigens wel zo dat Safe Exam Browser moet worden geïnstalleerd op de laptop van de leerling. Dus dat is wel een onderdeel. Ik zal straks nog even laten zien waar je de handleiding vindt. En op deze manier kun je dan dus die toets gaan inplannen. Bij Safe Exam moet je volgens mij ook bewaken dat de leerling niet al tabbladen stiekem hebben openstaan. Want dan kunnen ze daar nog wel gebruik van maken. Klopt. Dus ze moeten eigenlijk voordat ze met de toets beginnen alles al afsluiten. Ja. En dan zodat het helemaal schoon is, niet meer openstaan in de browsers. Dan kunnen ze op die manier erbij. Nou, en hier kun je dan inderdaad zien, de toets staat nu weer hier. En op deze manier kun je hem openzetten en dan kunnen jouw leerlingen erbij. Hier kun je dan ook zien wanneer het is afgerond. Hier heb je nog toetsresultaten, dus je komt dan automatisch in de toetsafnames terecht. De handleiding waar ik net aan refereerde, die vind je hier in het linkermenu onder ondersteuning. Hier staan nog meer zaken waar je nog eens naar zou kunnen kijken, mocht je dit interessant vinden. Toetsen delen, maar hier staat dus veilig een toets afnemen. En hier vind je een stappenplan over hoe dat er vervolgens uitziet. Ik ga nu één te ver. Ik moet even een schermpje terug. Ja. Zo. Nou, als je daar inlogt met jouw e-mailadres, dan ga je in één keer door en dan kom je uit bij het stappenplan over hoe je dan inderdaad veilig kunt toetsen op de digitale platform. Ja. Heb ik nog wat vergeten? Nee, volgens mij niet. Nee? Volgens mij was het volledig. We hebben het nu eigenlijk gehad over de navigatie op het scherm. We hebben gekeken naar het docentenmateriaal, de bibliotheek. En nu gaan we eigenlijk langzaamaan het stapje maken naar de leerling. Maar voordat ik naar de lesstof ga, gaan we eerst kijken naar het nieuwe e-book. Mirjam heeft al gezegd, het e-book kun je vinden onder de snelkoppeling Snel Naar. Maar ook hier op het scherm via alle e-books. En ik ga vooral de nieuwe functionaliteit even laten zien. Dus ik klik dit boek open.
En het eerste wat opvalt is dat je meteen links in het scherm ook weer die mooie navigatie hebt. Zoals je die ook net had bij het homescherm. Dus stel dat ik ben nou in hoofdstuk 2 bezig met mijn leerlingen, paragraaf 2. Dan ben ik direct op de pagina die ik wil bespreken in mijn les. Dus de navigatie is een heel stuk verbeterd. Ik kan links in het scherm kan ik door de bladzijden bladeren. Dat kan ik nog steeds ook gewoon onder in het scherm. Ik kan hier een paginanummer invoeren en dan ga ik daar naartoe. Ik kan hier ook gewoon bladeren. Dus dat werkt allemaal nog steeds. Alleen kan dus links in het scherm bij het menu kan ik heel makkelijk navigeren naar een hoofdstuk of een paragraaf die ik in mijn les wil behandelen. Dus navigatie is één ding wat in mijn ogen echt wel verbeterd is. Je kunt daar natuurlijk ook gewoon inzoomen en uitzoomen. Verder zijn er nog een aantal functionaliteiten. Eentje staat hier linksboven bovenaan. Dat is voeg aantekeningen toe. Ik kan namelijk zelf tekst typen. Ik kan ook tekeningen maken. Nou, ik maak even gewoon een kringeltje. En ik kan bijvoorbeeld ook nog tekst toevoegen. En die noem ik even test. Nou, dan kan ik nog het lettertype aanpassen. Groter, kleiner. Ik kan cursief, et cetera. Ik kan hem ook verwijderen als ik het niet wil laten staan. En dan moet ik hier wel op opslaan klikken. Dat is wel belangrijk. Want ik maak nu dus aantekeningen als docent in mijn docentenboek. Als ik die wil bewaren om in mijn les te laten zien, dan moet ik hem echt even opslaan. Belangrijk om te zeggen is dat deze aantekeningen dus in mijn boek als docent worden gemaakt. En niet ook in het boek van de leerlingen. Zij kunnen ook aantekeningen maken. Maar dat doen zij dus ook voor zichzelf. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Nou heb ik niet op bewaren geklikt. En dan denk ik als ik een paar keer doorblader en ik kom daarna weer terug. Ja, dan zal die op een gegeven moment zal het, kijk nou is het weg. Dus vooral als ik van paragraaf wegga naar een andere paragraaf, dan verdwijnt het. Dus heel belangrijk om wel even, als ik iets heb getypt of gemaakt heb, om dat dan hier linksboven bij bewaar op te slaan. Verder hebben we hier nog het voorlezen. En dat kun je op verschillende manieren doen. Ik pak even tekstselectie. Dus ik kan nou selecteren wat ik wil voorlezen. Daar ga ik even inzoomen, zodat we de tekst ook kunnen zien. En ik ga vraag 3 wil ik in mijn les voorlezen. Dus ik selecteer even de vraag zonder A en B. En dan zie je hieronder in beeld zie je dat ik het geluid kan aanpassen, het tempo van het voorlezen. En zo gauw ik dan op play klik, op start, dan gaat hij voorlezen. Nou, omdat we nu in dit webinar zitten, kunnen we dat helaas niet horen. Want dat zou het op onze laptop worden afgespeeld, maar daar horen jullie natuurlijk thuis niet. Maar ga dat vooral eens testen. Ga vooral eens kijken hoe dat dan werkt, die voorleesfunctie. Je hebt ook de meelezer. Dan leest hij echt vanaf het begin helemaal voor. Dus je moet zelf maar even gaan testen wat praktisch is, wat fijn is. Maar weet dat er een voorlezer dus in het e-book zit. Ja. Met name voor leerlingen met dyslexie is dit wel een uitkomst dat je dus nu ook vanuit je e-book kunt laten voorlezen. We hadden dat al bij de verschillende opdragaves in de digitale omgeving. Maar dat is echt nieuw om dat nu aan de hand van het e-book te doen. Ja. En het voorlezen van de opgave, dat komt dadelijk nog aan bod als ik naar de lesstof ga. Ja. Dus dat. Verder, als ik het boek wil delen of de pagina waar ik ben, dan zit dat nu iets meer verstopt. Voorheen, voor de docenten die al wat langer met onze methode werken, zat het rechtsboven in het scherm. Nu zit het onder het tandwieltje, boek delen. En dan kan ik het boek delen via Teams, Google Classroom of ik kan een linkje kopiëren. Zo kan ik meteen naar de juiste pagina begeleiden. En verder zit er nog wat aantal leuke functionaliteiten in. Bijvoorbeeld een rekenmachientje. Ik kan me voorstellen dat dat fijn is bij pincode, onze economiemethode. Dus ga er zelf vooral in rondneuzen, rondklikken. In principe kun je niks fout doen. Dus kijk vooral welke functionaliteit fijn is voor jouw les. Als ik het e-book wil verlaten, dan moet ik hier het menu even uitklappen. En dan klik ik hier op het pijltje weer terug. En dan ga ik weer terug naar het scherm. Nou, vanuit het e-book ga ik nou wat vertellen over de lesstof. Want we gaan even hoofdstuk 1 erbij pakken, paragraaf 1.1. Wat je hier al meteen ziet, zijn de leerdoelen. Leerdoelen, ja, onze methoden zijn eigenlijk allemaal leerdoel gestuurd. Dus als ik klik als leerling op bekijk opdrachten, dan zie ik hier nogmaals, ben je er klaar voor? Komen de leerdoelen nog een keer voorbij? En ik ga eerst even hier links laten zien wat hier te vinden is. Voor de docenten die al wat langer werken met onze methode, die weten dat leerlingen
in route B beginnen. Dat zijn de basisopdrachten, basisoefeningen die iedere leerling dient te maken. Op het moment dat je onze leeromgeving is adaptief. Dat betekent dat een leerling maakt opgaven. En als die leerling meer dan 80% scoort, dan komen er opdrachten vanuit de C-route, de sterroute, met meer uitdaging komen dan in zijn opdrachten tevoorschijn. Dus als deze leerling is begonnen bij opdracht 1 en die werkt zo netjes de opdrachten af en die scoort alles 100% of boven de 80%, dan komt er dus een plusopdracht voor deze leerling tevoorschijn. Op het moment dat een leerling wat extra hulp nodig heeft, wat extra opdrachten, want hij scoort onder de 55%, dan komen er in dit geval 2 herhalingsopdrachten tevoorschijn. Nou was er een wens van docenten van ja, de adaptieve, ik moet dat steeds zelf uitzetten. Dat komt nog bij de resultatenpagina aan bod. Ik wil eigenlijk dat mijn leerlingen zelf gewoon alles kunnen maken en alles kunnen zien. Dus is er ja, eigenlijk vorig jaar was het volgens mij ook al zo aan het einde. Maar ja, het is nog een relatieve. Eerder kon je aan het begin van de paragraaf kon je ervoor kiezen inderdaad om alles open te zetten, zodat de leerling gewoon toegang heeft tot alle opgaven. Ja. Maar de leerling kan nu dus zelf ook kiezen voor het toon alles. En dan krijgt hij dus alle opgaven te zien. En dan kan hij makkelijk door de opgaven navigeren. En het nieuwe is dat je dat nu dus tussentijds nog kan doen. Ja. Dus stel je zit in een leerroute B bijvoorbeeld, maar je wilt toch alles openzetten voor die leerling, dan kan dat alsnog. Ja. Ja. Verder. Nee, ik ga eerst even klikken op aan de slag, want dan kom ik in opdracht 1 terecht. Dan ga ik even rechtsboven eerst deze knoppen laten zien. Want de eerste is een uitroeptekentje, dat is eigenlijk weer de feedbackknop. Om ons feedback te geven, hey, er is iets mis, we zien een fout in de lesstof, of we kunnen een opdracht niet afronden. Geef het dan alsjeblieft bij ons aan. Dan komt het op deze manier meteen bij de juiste afdeling en dan kunnen we het snel aanpakken en oplossen. En je kunt er dan nog voor kiezen om op de hoogte te houden worden van de melding. Daarnaast staat een poppetje. Dat gaat over toegankelijkheid. Daarin kan ik de lettertype aanpassen. Klein en groter maken. Dat kunnen leerlingen ook. Dus ook daarvoor is voor kinderen met dyslexie is dat natuurlijk heel prettig. En je ziet hier al het voorlezen kan ik aan- en uitzetten. En dan betekent dat ik hier een knopje krijg om de vraag voor mij voor te lezen. Dus dan zie je alweer, ik kan op play klikken. En dan wordt de vraag netjes voor mij voorgelezen. Dus dat zijn wat functionaliteiten. En rechtsboven is weer een deelknop om leerlingen eventueel naar de juiste opdracht te leiden. Kun je dat weer delen in Teams of in Classroom of de link delen. Nou, dan gaan we langzaam een stapje maken naar de opgave zelf. Weet dat de theorie uit het boek altijd rechts in het scherm te vinden is. Dus deze vraag die we nu als voorbeeld gebruiken, heb ik niet echt theorie bij nodig. Hè? Waaraan heb je de afgelopen week geld uitgegeven om je leven beter of prettiger te maken? Maar stel dat ik dat wel nodig had, dan kon ik hier makkelijk de theorie openen om eens te kijken, wat wordt er nou in deze paragraaf van mij verwacht, wat moet ik kennen? Dus hier kun je heel makkelijk de theorie naast de opgave erbij openen. Nou, die heb ik nou niet nodig, dus ik vul even de vraag in. Waar heb ik afgelopen week geld aan uitgegeven? Nou, laten we zeggen een nieuw shirt en een telefoon. Dan klik ik op controleren. En in dit geval, omdat het natuurlijk een open vraag is waarbij heel veel antwoorden mogelijk zijn, moet de leerling zichzelf beoordelen. En dan zegt het systeem, zegt het juiste antwoord is bijvoorbeeld een nieuwe game, een zak chips, make-up, etc. Nou, in dit geval kan ik mezelf een helemaal goed geven. Want mijn vraag is in principe goed beantwoord. Nou, komt de theorie weer even tevoorschijn. De leerling moet dan aanvinken, ik heb dit gelezen. Volgende. En dan kom ik weer bij de volgende vraag uit. En je ziet alweer een heel ander type vraag. In dit geval een drop-down met 2 keuzemogelijkheden. En je ziet hier ook een hint. Dus naast dat ik de theorie kan openen, oké, wat zijn ook de primaire en secundaire behoeften, wat ik hier kan lezen, kan ik ook nog de hint aanklikken om hier even kort te lezen. Om een hint te vragen eigenlijk. Dus de leerling kan hier wat extra informatie krijgen. Voor de docent staat hier ook nog een toon de antwoorden knop. Dus hier kan ik al even een beetje spieken. Maar de leerling kan dat natuurlijk niet. Nou, dus als de leerling dit gaat maken, een vakantie, een secundaire, een fiets, een secundaire smartphone. Pak ik even primair bloed. Is primair. Huis primair. Auto. Ik ga even alles op primair zetten, dus cola ook. Dan heb ik een aantal fouten gemaakt, denk ik. Klik op controleren en dan zegt hij helaas, je antwoord is niet helemaal juist.
Nou, in dit geval kan ik het niet opnieuw maken. Want als ik hem opnieuw zou maken, ja, dan is het lekker makkelijk. Want dan is het de tweede antwoord. Dus nu krijgt de leerling een bepaalde score. Dat zal natuurlijk geen 100% zijn. En op basis van die score kom ik eventueel weer in een andere route terecht. Nou, ik moet deze nu inleveren. En hier kom ik weer op een ander type vraag, waarbij ik ja, eigenlijk een open vraag moet gaan beantwoorden. Maar hier heb ik wel theorie bij nodig. Want hier gaat het wat meer over de verschillen. Waar kunnen die veroorzaakt door worden? Bijvoorbeeld door budget, leeftijd, geslacht. Nou, ik ga gewoon wat invullen. Je beste vriend wel. Dus dan zeg ik, nou, dat zou budget kunnen zijn. Mijn zusje, dus dat zou te maken hebben met geslacht. En die wil graag met poppen spelen. Dus ik ga nou even fiets invullen. Natuurlijk even onzin, maar om even te laten zien hoe dit werkt. Deze doen we dan even reclame. Nou, als ik dit dan invul om te controleren, dan zegt hij eigenlijk, ja, je hebt er een aantal goed, eentje fout. Nu kan ik hem wel opnieuw maken. Want in dit geval is het geen drop-down waarbij ik even makkelijk een ander antwoord in kan vullen. Belangrijk is wel als docent om te weten dat de leerling natuurlijk geen 100% score meer krijgt. Want hij heeft een extra poging moeten doen. Dus ik kan klikken op opnieuw maken. En dan kan ik hem opnieuw invullen en weer controleren. Nou, en zo zijn er allerlei type vragen. Open, gesloten. Ook met dat je dingen moet aanvinken. Dat je lijntjes moet trekken met afbeeldingen. En ik ga er nog eentje laten zien. En dat is herhalingsopdracht 5. Want we hebben ook een nieuwe functionaliteit. Namelijk als er bij een open vraag een specifiek antwoord wordt verwacht. Dus hier staat, bekijk de afbeelding. Door de groente zelf te telen vergroot je je welvaart. Nou, kan ik nog een hint vragen. De vrouw op de foto werkt in haar eigen moestuin. Nou, in dit geval, bij economie moet het zelfvoorziening zijn. En nou maak ik een typfout. Dus ik heb eigenlijk het antwoord wel goed ingevoerd. Maar ik heb de N en de G aan het einde verkeerd om neergezet. En dan is de nieuwe functionaliteit dat hij zegt, je hebt hem eigenlijk wel goed, bijna goed. Maar je hebt een kleine spellingsfout gemaakt. Dus je kunt dit nog even verbeteren. Nou, dan kan ik hem dus aanpassen. En dan kan ik hem controleren. En dan heb ik hem wel goed. Belangrijk om nog even te melden dat we dit niet bij Nederlands hebben gedaan. Omdat bij Nederlands natuurlijk de spelling en de taal van het Nederlands belangrijk is om dat meteen goed te doen. Maar bij alle andere methoden waarbij een open vraag is, waarbij een specifiek antwoord wordt gevraagd. Dan wordt er een soort spellingscontrole gedaan voor de leerling. Ben ik nog iets vergeten te vertellen in dit scherm? Hey, volgens mij heb je heel veel verteld over de lesstof. Ja, het leuke is wel dat we ook bijvoorbeeld nog confetti hebben toegevoegd hè, tegenwoordig. Dus ja, als je een aantal motivatie-elementen. Ja, motivatie-elementen. Ja. We hebben nu niet een voorbeeldje van, maar weet dat in ieder geval. Dat is als de leerling echt een aantal opgaven goed maakt, dan komt er een keer een scherm, je bent goed bezig of zo. Ja. Dan gaan we naar de resultaten mee aan. Ja, klopt. Nou, we hebben net natuurlijk al die opdrachten gezien. Heel veel voor mensen die nog niet eerder met onze methode hebben gewerkt, is het best veel. Dus goed om misschien nog even te benoemen, we nemen dit op. Dus ga het gerust nog eens een keer terugkijken. Als leerlingen dan allemaal opgaven hebben gemaakt, zoals hier, al die voorbeeldleerlingen, dan krijg je het op deze wijze te zien in jouw resultatenpagina. Nou, hoe kwamen we hier ook alweer? Je klikt gewoon in het navigatiemenu op het juiste paragraaf eigenlijk, waar je gegevens van wil zien, waarvan je weet dat ze opgaven hebben gemaakt. En dan zie je hierboven lesstof, docentenmateriaal, mediabibliotheek, maar ook dus resultaten. Nou, vervolgens kom je dan, omdat je echt klikt op een paragraaf, meteen in alles wat bij die paragraaf hoort. En hier zie je dus een overzicht, allerlei kleurtjes, tekentjes. Nou, wat betekent dat allemaal? Klik dan eens hier boven op de drie puntjes. En dan zie je dus allerlei dingen die je hier kunt doen. Nou, het belangrijkste is dan wel even de legenda nu in eerste instantie. Van wat betekent het nu allemaal? Nou, Robin noemde al, he, vragen onder de 55%. Die markeren we rood. De basisroute is eigenlijk het meest gangbaar. We gaan ervan uit dat ongeveer 80% van jouw klas wel gewoon de blauwe kleurtjes gebruikt. En dan kom je dus tussen de 55 en de 80% goed. En groen is dus inderdaad hoger dan 80%. Maar hier zie je dus ook, als er het grijze tekentje staat, dat een opdracht dus weer opnieuw is opengezet, zodat de leerling de opdracht opnieuw kan maken. En verder kun je zien als ze bezig zijn, de verschillende leerroutes vind je hier terug. Nou, dat is in ieder geval uitleg daarover.
En vervolgens zie je dat hier ook allemaal terug. We zagen net al bij de leerroutes, bij de opgaven, al deze icoontjes terugkomen. En die zie je dus ook weer in je resultatenpagina. Nou, wat kun je hier dan nog meer zien? Uiteraard, ja, om welke opgave gaat het? Even kijken. Even deze. Opdracht 4. Wie heeft het allemaal gemaakt? En vervolgens kun je ook nog doorklikken over op, ja, wat heeft deze leerling dan ingevuld? Dus op deze manier kan je er dus doorheen navigeren om te kijken van wat heeft die leerling bij deze specifieke vraag dan gedaan. Nou, hierboven kan je dan ook nog meteen door naar de volgende vraag. Nou, hier blijkt ook meteen eigenlijk wel van, hé, dit is een herhalingsopdracht. Alleen Juri uit deze klas kwam in de herhalingsroute terecht en heeft dus deze opgave gemaakt. Alle andere leerlingen konden deze opdracht overslaan of dat werd eigenlijk niet aangeboden als je adaptief werkt. En hebben andere opgaven gedaan. Dus op deze manier gaat dat dan in zijn werk. Zo kom je met de pijltjes, kan je altijd weer terug. Nou, hoe wordt dit dan gebruikt eigenlijk door docenten? We horen veel terug dat leerlingen bijvoorbeeld opgaven laten maken als huiswerk. Zodat je voor de start van de les kunt kijken, hé, wat heeft mijn klas gedaan? Hoe hebben ze de opgave gemaakt? Om vervolgens tijdens de les dan in te zoomen op, ja, wat hebben ze goed gedaan, maar vooral ook wat kan er nog beter en moet ik eventueel nog extra toelichting op geven. Hier zie je dan vervolgens over welke klas het gaat, welke leerlingen. Kun je ook op selecteren, je kunt op de periode selecteren. Je kan nog zien hoeveel tijd ze eraan hebben besteed. Het komt wel eens ooit voor dat een leerling daar echt 2 uur mee bezig is geweest. Vaak hebben ze dan het scherm open laten staan en zijn ondertussen wat anders gaan doen. Ja. Dus dat kan ooit gebeuren. Ja, dat signaleert hij dus inderdaad allemaal. Nou, wat zien we hier dan nog meer? We noemden net al even, ja, standaard werkt ons systeem adaptief. Dus dat betekent dat je kunt de leerling aan de gang laten gaan en afhankelijk van het niveau van de leerling wordt hij geholpen eigenlijk door het systeem en krijgt hij de juiste opgave aangeboden. Nou, wil je dat niet, dan kun je hier naar zet leerroutes aan en uit. En op deze manier kun je dan, ja, in dit geval voor deze paragraaf, leerroutes aan en uitzetten. Dat kan ook per leerling. Kan ook per leerling, inderdaad. En het kan ook bijvoorbeeld voor, we zaten nu op een paragraafniveau, maar het kan ook op een heel hoofdstuk. En dan kan je op deze manier, ja, voor een heel hoofdstuk even bekijken van wil ik dat of wil ik dat niet. Je kunt leerlingen selecteren hier, maar dan kan je het op hoofdstukniveau. Dus het is altijd van belang, dat werd net ook al door Robin genoemd, dat je aan het linker, in het linker navigatiemenu op het goede onderdeel staat. En daarvan is het afhankelijk wat je dus te zien krijgt. Dus nu zitten we op een samenvattingspagina over het hele hoofdstuk. En dan zie je dus inderdaad wat we net ook zagen, paragraaf 1.1 is gemaakt door leerlingen. En op deze manier kun je ook doorklikken en dan kom je weer op paragraaf 1.1. Misschien nog even laten zien hoe je opgave kunt resetten. Klopt. Die stond er nog onder. Die klik je vervolgens aan. En dan kun je dus op deze manier vragen. Oh. Aanklikken. En hem nog een keer aan moet zetten. Boven. Ja. En dat nieuwe scherm. Ja, en dan gaat hij goed. Je krijgt dan deze zin te zien eigenlijk. Hè? Kies nu uit deze opdrachten die hieronder staan allemaal de opdracht die je opnieuw wil laten maken. Nou, logisch zou zijn dat je bijvoorbeeld deze kiest. Je kiest die. Je kiest hier nog eentje. En op deze manier kun je dus relatief makkelijk meerdere opgaves in één keer voor verschillende leerlingen weer openzetten. De leerling krijgt daar vervolgens ook een berichtje van en ze kunnen gewoon weer die opgave opnieuw maken. Je moet het wel bevestigen. Gaan we nu even niet doen, want dan blijven we aan de gang met al die opgaves te maken. Maar op deze manier kun je dus opdrachten opnieuw openzetten. En vervolgens zie je dus ook, ja, als er meerdere pogingen zijn gedaan. Dat staat hier. Herhalingsopdracht en een tweede poging. Je kunt ook altijd makkelijk in de opgave nog opgaves opnieuw laten maken. Dus als je openklikt, eentje open, of een opgave van iemand. Kijk, dan kun je links achter de naam, dan kun je altijd klikken op opnieuw
Dan zet je hem ook opnieuw open. Ja. Dus dan kun je de opgave bekijken. Precies. Hoe heeft hij hem gemaakt? Nou, deze mag hem opnieuw maken. Volgende, deze mag hem opnieuw maken. Ja. Ja, dus dan pak je het niet vanuit het hele overzicht, maar dan ga je echt op individueel vraagniveau ga je dan inzoomen. Nou ja, je ziet verschillende keren zie je het eigenlijk staan. Je kunt het ook nog weer opdracht opnieuw laten maken. Nou, dit zijn eigenlijk allerlei zaken die horen bij dus de resultaten die je vindt onder het hoofdstuk. Ja, ja. Dan ben ik volgens mij weer aan zet. Ik klik maar even op home. We komen weer in het hoofdscherm terecht. En ik ga nou een stapje maken naar taken plannen. Er is een verschil namelijk tussen taken plannen en beheer je lesstof. Want bij taken plannen ga ik echt huiswerk inplannen voor mijn leerlingen. En bij beheren van lesstof ga ik mijn lesstof arrangeren naar mijn wensen. Ik ga het allebei even laten zien. Dus ik ga beginnen met taken plannen. Dus als ik nou bijvoorbeeld een nieuwe planning aan ga maken. En die noem ik even huiswerk week 2. Klik op volgende. Dan krijg ik nu weer de navigatie van het hele boek te zien. Nou, we zijn nu in week 2, dus we gaan naar paragraaf 1.2. En hierbij wil ik dat leerlingen al opgaven gaan maken. Namelijk opdracht 1, opdracht 2, de leerstof mogen ze bekijken. Ik laat ze maken, inclusief de herhalingsopdrachten. Dat laat ik ze maken. Dan weet ik al voordat de les begint, dan hebben ze dit gemaakt. Kan ik al bekijken hoe ze dat hebben gedaan. En dan kan ik het in de les verder behandelen. Dus deze 7 onderdelen voeg ik toe. Dan kan ik een datum toevoegen voor wanneer wil ik dat die gemaakt worden. Nou, het is vandaag donderdag. Ik heb mijn tweede les van de week, noem even iets. En dinsdag hebben we les 2. Dus vanaf nu tot en met maandag mogen ze het maken. Dan weet ik zeker dat ze het voor mijn les op dinsdag allemaal gedaan hebben. Dan klik ik op volgende. En dan ga ik selecteren voor welke leerlingen dat moeten doen. Ik kan ook de hele klas dit huiswerk laten maken. Dus ik heb nou de klas aangevinkt. Maar ik weet al dat deze er niet bij is. Volgende. En dan krijg ik een overzicht met oké, je gaat huiswerk van week 2, mijn eigen naam die ik aangegeven heb. Met die 7 opdrachten die de leerlingen moeten maken in deze periode. En dat gaan 22 leerlingen uit mijn klas doen. Op het moment dat ik hem dan publiceer, dan komt hij in het overzicht van de leerlingen terecht. En ik heb nou natuurlijk nog geen resultaten. En hier kan ik dan de resultaten bekijken. Ik kan, ik kan van alles doen met mijn planning. Dat is eigenlijk denk ik wel het belangrijkste om nu te laten zien. Voor het belangrijk om te zeggen is dat dit dan ook in de planning van de leerlingen komt. Ja. Dus de leerlingen moeten dan ook hun planning aanklikken. En dan kunnen ze de opgave maken. Iets heel anders is dan beheer je lesstof. Dat gaat echt over het arrangeren van je lesstof. Je kunt hier namelijk heel de inhoud van een bepaald hoofdstuk bijvoorbeeld verbergen. Je kunt volgorde aanpassen van hoofdstukken, opdrachten, paragrafen. Ik kan zelf linkjes en bestanden toevoegen van mijn eigen materiaal. Dus ik kan op die manier eigenlijk maatwerk bieden aan een bepaalde klas. Dus als ik creëer op mijn eigen leerlijn klik, dan kan ik hier van alles doen. Ik heb namelijk hoofdstuk 1 tot en met 8. Maar wij gaan hoofdstuk 8 dit jaar en hoofdstuk 7 gaan we helemaal niet behandelen. Dus die haal ik gewoon weg. Betekent dat de leerling als hij inlogt hoofdstuk 7 en 8 niet meer kan zien. Die verdwijnt uit zijn omgeving. En dan ga ik nog wat specifieker. Want ik ga binnen hoofdstuk 1 ga ik paragraaf, ik denk niet dat het logisch is bij pincode, maar ik ga paragraaf 2 eerder behandelen dan paragraaf 1. Dat kan. Ik kan ook binnen een paragraaf kan ik opgaven uitzetten. Nou, dan krijg je een melding. De leerroutes worden uitgezet. Want omdat ik ga sleutelen in de opgave, ja, vooral die adaptiviteit die we benoemd hebben, die valt natuurlijk weg. Want ik ga nou echt zelf bepalen wat mijn leerlingen moeten maken. Dus die adaptiviteit verdwijnt. Ik kan opgavevolgorde veranderen. En ik kan hier ook materiaal toevoegen. Als ik daarop klik, dan kan ik hier een titel, instructies voor mijn leerlingen. En dan kan ik vanuit Drive of OneDrive of een linkje kan ik eigen materiaal toe gaan voegen. Ja, dat is een nieuw onderdeel, hè? Dit is een nieuw onderdeel, ja. Voor heel veel docenten zal dit ook nieuw zijn, want het zit er echt pas net in. Dus het is eigenlijk misschien een mooi moment om dit aan het begin van een schooljaar te doen. Omdat je dan echt je eigen leerlijn kunt creëren voor je klas. Nou, ik heb nou een beetje een gekke leerlijn gecreëerd met paragraaf 2 en 1 omgewisseld. Een paar hoofdstukken weggehaald, een paar opgaven weggehaald. Nou klik ik op volgende.
Dan moet ik dat een naam geven. Nou, die noem ik even test. Leerlijn. Volgende. En dan kan ik nog bepalen voor welke klas ik mijn leerlijn aan wil zetten. Want ik kan de demo-klas die ik heb gekoppeld aan dit boek, kan ik mijn testversie geven. Maar die kan ik ook gewoon nog de originele versie aanbieden. Dus mocht het zo zijn dat je een versie hebt gemaakt, dat je die dan koppelt aan je klas en achteraf denkt, poeh, dat was niet zo handig, ik wil eigenlijk toch weer terug. Dan kun je op deze manier door een nieuwe leerlijn aan te klikken, kun je wel weer snel een terugzet op de originele versie. Dus maak er dan ook gebruik van. Nou, ik ga hem voor nu even niet publiceren. Maar dit is eigenlijk hoe het arrangeren, het beheren van je lesstof, hoe dat in zijn werking gaat. Ja. Dus daar moet je wel een beetje mee opletten. Ik zou niet zeggen daar heel veel mee testen en rondklikken. Dus denk goed na voordat je dat gaat gebruiken, omdat je dan echt wel wat aanpassingen doet in onze methode. Ja, klopt. Ik ga het woord voor jou geven. Ja, je kunt ook alles aan laten staan en dan ga je alleen maar nieuw materiaal van jezelf toevoegen. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat kan ook. Dus dan hou je in basis de originele versie, maar dan heb je wat nieuw materiaal van jezelf toegevoegd. Nou, daar was best wel eens vraag naar de onderdocenten. Dus dat is zeker een functionaliteit die nu dus actief is. Ja. Ik zat nog even te bedenken, toen jij net aan het woord was, ja, of we wel voldoende hebben benadrukt dat eigenlijk een leerling exact hetzelfde ziet als de docent. Dus als een leerling inlogt op onze omgeving, ziet hij uiteraard niet docentenmateriaal en welkom terug docent, maar zijn eigen naam. Maar wel het hele navigatiestuk zoals we dat hier hebben benoemd. En alle opgaven. Ze kunnen een oefentoets maken. Ze kunnen die taken plannen. Die komt bij hun terug. De e-books komen terug. Dus eigenlijk ziet het er vergelijkbaar uit. Dus dat is denk ik ook nog goed om even te benoemen. Nou, ik ga nog even met jullie kijken naar examensprint. Examensprint hebben we toegevoegd aan eindexamen. Of in ieder geval in de bovenbouw, laat ik het zo zeggen. En dat vraagt wel om even terug te gaan naar je boekenplank. Nou, dat is op de meeste pagina's terug te vinden linksonder naar mijn boekenplank. Dat is ook een nieuw plekje geworden, wat makkelijker te vinden in ieder geval dan met alle pijltjes heen en weer. En hier zie je dus al dat we ook de examensprint in dit geval even hebben klaargezet. Die vind je ook onder boekenplank beheren. Vind je verschillende examensprints terug. Nou, wat is dan examensprint? Maar het is niks anders dan de centrale eindexamens die wij in een gedigitale vorm eigenlijk aanbieden, zodat leerlingen daarmee kunnen oefenen. Ze kunnen oefenen in verschillende, op verschillende niveaus. Nou, we gaan dat even bekijken. Vervolgens klikken ze op deze tegel. Eigenlijk op 3 niveaus kun je hiermee aan de slag. Je maakt een examen en je krijgt een persoonlijk advies. Dus het wordt nagekeken en vervolgens krijg je te horen, net als bij een oefentoets overigens, wat doe je al supergoed, maar waar kun je mogelijk nog wat meer aandacht aan besteden, zodat je het eindexamen gaat halen. Verder zijn er examenvragen per onderdeel. Dan krijg je dus op de verschillende domeinen stof aangeboden. Er zijn allerlei oefensets beschikbaar met examenvragen. Dus hier kunnen leerlingen mee aan de slag. En als laatste kunnen ze natuurlijk meters maken door echt volledige examens te doen. En dan zie je hier dat er examens zijn ingeladen van een aantal jaren waar ze dus mee aan de slag kunnen. Nou, uiteraard krijg je hier ook weer als docent terugkoppeling op om te kijken hoe dat de leerling is vergaan. En hiermee zijn we dan eigenlijk aan het einde gekomen van dit webinar. Ja. Dus ik wil jullie bedanken voor het bekijken van dit webinar. En een fijn schooljaar. Wensen we jullie een heel goed schooljaar en nog een fijne avond.